Ons team is zeer multidisciplinair samengesteld. We hebben Och Urbanism als het stedenbouwkundig bureau. Daarnaast hebben we de drie architectenteams bestaande uit Org Architecture, Compagnie O uit Gent en dan hebben we ook nog Lin, dat zijn de mensen die uit Berlijn komen. Daarnaast zijn er ook alle disciplines die dit mogelijk maken om zulke complexe materie te behandelen. We hebben een stabiliteitsingenieur, we hebben een ingenieur speciale technieken, we hebben een bodemdeskundige, we hebben een mobiliteitsexpert, we hebben een expert over daglichttoetreding en akoestiek. Dus al die experten maken dat ons team zeer multidisciplinair is. Notre projet va apporter à Cartier l'existence du quartier. En fait, c'est dans une localisation, il y a un PPRS très ambitieux, mais la ville n'existe pas encore. Il y avait une zone industrielle, les alentours, il y a une ville existante, mais l'endroit particulier où le projet prend place, dans notre lecture, il n'y a presque rien. Tout est rasé. Donc il faut créer un quartier. Et le plus difficile, c'est qu'il faut créer un quartier de zéro. Donc, ce qu'on veut contribuer au quartier, le projet en étant lui-même le quartier, c'est une diversité non seulement de groupes qui participent à la vie urbaine, mais aussi une diversité d'architecture. Donc on essaie de renforcer une cohérence urbanistique, mais dans cette cohérence, vraiment libérer les architectes qui participent. Chacun fait réaliser et dessiner des projets qui sont complètement différents. Donc on utilise le fait que chaque architecte à sa propre signature pour réaliser une diversité qui ressemble à la diversité de la ville actuelle historique. Gefascineerd door de recente opdrachten die Brussel uitschrijft omtrent het mengen van wonen en werken. We hebben er eigenlijk ook een beetje ons werkpunt van gemaakt, dat is onze core business van gemaakt. We vinden het een zeer fascinerende uitdaging om wonen en werken te combineren. Deze opdracht qua schaal is dan eigenlijk ook een bijzonder grote opdracht en werd dan nog eens gecombineerd met het boeiende programma van een schoolomgeving te integreren. Het is zo dat het een zeer interessant gegeven is om het werken in de stad te promoten en dat in combinatie met de woonvraag die er toch enorm bestaat in Brussel. Dat heeft vele uitdagingen en vele problemen die moeten opgelost worden, maar het is een zeer fascinerend programma. We willen gewoon een goed project maken. We denken dat het een goed project is omdat het een uitgesproken stedelijk project is voor stadsbewoners. Zowel vanuit het publiek domein bekeken, door een heel duidelijke leesbaarheid aan te bieden, maar ook vanuit de tientallen, honderden mensen en ook vooral de duizenden scholieren, leerlingen die durende al die jaren door het gebouw, door het complex zullen beheven, zullen aanwezig zijn, dingen zullen meemaken. Dat is eigenlijk de doelgroep. Dus het goed proberen te faciliteren van deze stedelijke complexiteiten, maar daar spreken we echt wel over. Zeker met de industriële aspecten die ook gevraagd zijn en de conflicten die dat met zich meebrengt, sowieso, op niveau van akoestiek en dergelijke. Om die zaken allemaal goed te krijgen, goed voor iedereen, dat is eigenlijk de uitdaging. Daarnaast is het toch wel een hele uitdaging geweest om een zeer groen en duurzaam project te maken. Maar daar denken we en geloven wij nu eigenlijk wel sterk dat het combineren van die verschillende functies, waardoor dat eigenlijk alle dagen, alle uren van de dag er wel mensen aanwezig zullen zijn op deze site, dat we eigenlijk een hele goede manier van duurzaamheid kunnen maken, waarbij dat verloren warmte als gevolg van een elektriciteitsproductie kan gerecupereerd worden in de woningen, voor bijvoorbeeld het opwarmen van het warm water. En zo zijn er heel wat zaken die heel goed kunnen op elkaar inspelen. Afvalwater dat kan gebruikt worden voor het toiletten door te spoelen en dergelijke zaken meer. Het heeft dus ook wel en niet alleen programmatorisch is het interessant om te combineren, er zijn ook technische voordelen om dit te doen. La proposition qu'on a mis sur la table n'est pas une description de deux grands bâtiments, mais plutôt d'une description de 18 parcelles. Et chaque parcelle a un accès spécifique en soi, a une architecture spécifique en soi, et chaque parcelle se sépare avec chaque autre parcelle d'une façon complètement verticale. Donc on peut en fait couper un des 18 et le remplacer par un autre. Une stratégie qui n'est pas par coïncidence, parce que cela nous permettrait, ou je devrais dire, ça permettait les managers dans le futur de vendre une pièce, de remplacer une pièce, donc avoir une évolution à l'interne qui est... Donc le projet n'est pas une méga structure, mais facilite, c'est facilitant pour des échanges et des grandes rénovations dans le futur.